tocht uit Alexa waar ligt altijd interessant beeld. Hier zien wij bijvoorbeeld cruiser Geertruida. Nou, buiten stormen met aan de sturing schipper Gerard. Daar gaat de Antarctis. De rest van het veld is al voorbij. Maar op deze prachtige ochtend zijn er altijd nog andere schepen die langzaam naar de bij komen. Ik zal je proberen deze te laten zien terwijl het zwaard even wat laat zakken. Wat beter in de bijgedraaide positie. Alexa buiten liggen. Dat is toch niet zo verstandig, want het blijkt hier toch iets minder diep te zijn dan gepland. Gaan we weer. Even kijken, daar komt. We zoomen in op Zandloper. Zandloper, Fok en Druil, zeer geoefende bemanning. Of elkaar maar met een blik te kijken, of eigenlijk wat niet eens. En er gebeurt wat er gebeuren moet. Daarachter Rupert Bear, het schipper. Pim aan het roer. En daar hebben we natuurlijk met de prachtige achtergrond van de Alexa Bay. Bob en Joppe met hun prachtige coaster met een onuitsprekelijke naam, 1 de Zee 257. Dit ziet er erg aantrekkelijk uit zo. Van de 1 de Zee gaan we verder naar de coaster Merlin. Maar ondertussen nog eventjes Zandloper. Prachtig, werkelijk prachtig. De winnende foto. De winnende film tegenwoordig. Oh ja, kijk eens aan. Die ingespeelde blik, ongelooflijk. We pennen even uit naar Rupert Bear, die er ook volledig onder controle onder Fok en Druil opstapper Diederik de Alexa Bay verlaat. Ja, dit is het betere sturen op de riemwerk. U ziet Fok in de juiste positie, Druil wat losser. En daar gaan zij, het ochtendgloren tegemoet. Maar we zijn er nog niet, want daar is ook coaster Merlin. Die inmiddels het zeil gaat zetten, terwijl het nog vrij ondiep is daar op te platen. Maar dat maakt verder helemaal niet uit. Het is een aflandig windje, dus iedereen wordt rustig van de droogte afgeblazen. Naar zee. En het zeil staat inmiddels. Prachtig nieuwe zeil ook. Kijk hoe dat meteen loopt. Heel verstandig de Druil nog eventjes niet gezet. Als een speer. Als een speer werkelijk. Heel keurig. Prachtig. Alleen zou ik Merlin adviseren toch iets langere riemen te gaan gebruiken. Want er hoeft maar één keer een houder van de Druilmast te knappen op deze manier. Of het zou wel eens een natte voortzetting van de tocht kunnen worden. En de afgelopen tijd is dat toch bij meerdere schepen gebeurd. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, dit zijn de mooiere plaatjes. Even een fotootje.